Ik heb een allergie opgelopen. Dood. Ik had echt heel pijn. Maar kan je niet uitknijpen? Nee. Wij zijn in Den Haag. Wij moesten onze vingerafdruk geven voor onze visum naar China. Nu blijkt dus dat we misschien niet naar China gaan door het virus. Wel 10.000 mondkapjes al besteld. Of white. Wel in onze neelkeuren. Hij was toch iets te fel om te kopen, vond ik, voor zoveel geld. En nu was hij dus 70% korting. Ja, de denimjasjes komen ook binnen, meisjes. Details. Ja, ja. We hebben nog heel veel leuke dingen in petto. Petto. Nog wel iets dichterbij, vond ik net. Zo, stop, stop, stop. Is mijn haar leuk of zo? Nee. Nee? Waarom zo? Ja, vind ik wel, maar we zijn er eigenlijk nooit over eens. Nee, yes. Ik ben het niet met je eens. Oké. Welkom bij onze nieuwe wijnvlog. Vorige week hebben we geen vlog geüpload, aangezien wij heel erg druk waren in ons inkoopseizoen. En alle voorbereidingen van China. Nu blijkt dus dat we misschien niet naar China gaan door het virus. Voor diegene het allemaal niet heeft meegekregen, moet je even in het nieuws kijken. Dus ja, dat is heel spannend. Dat is heel spannend en heel erg. Dus dan gaan we even kijken. We hebben wel 10.000 mondkapjes al besteld. Van Off-White. Echt 1, 2, 3. Ja, dat heb ik ook al laten zien. Dus ja, die hebben we waarschijnlijk niet nodig. En ik heb de papieren om terug te sturen al lang weggegooid. Dus dat is perfect. Wel in onze neonkleuren. Ja, dat dan weer wel. Maar ja, goed. Vandaar dat we even geen vlog hadden vorige week, omdat we druk waren met onze inkoopafspraken. Wat jullie allemaal in deze week vlog gaan zien, is dat wij onze vriendin haar verjaardag gaan vieren van Harley. In Palladium. En we geven haar een superleuk cadeautje met de meisjes. En wat je ook in deze week vlog gaat zien, we gaan even naar langs Den Haag voor ons visum te regelen voor China. En vanuit daardoor waren we ook heel erg dicht bij Kiki en haar moeder Stans. Dus we hebben gewoon gezellig even met z'n vijfjes wat gaan lunchen. Mama ging ook mee. En natuurlijk weer wat gekocht. Ook geven wij een sneak peek van de nieuwste collectie, die wij onder andere nu ook momenteel aan hebben. En Marie gaat langs door mee in de winkel voor even te kijken hoe de t-shirts verkopen en hoe de winkel is geïnteresseerd. En ik laat nog een stukje van mijn vreselijke allergie zien. Dus ben jij benieuwd? Blijf deze week nog bekijken. En love vrienders. Jullie en ik zijn ons aan het voorbereiden voor Harley de verjaardag. Want Harley wordt 27. En ze viert met een klein verdienig groepje fietsen verjaardag. En ik heb momenteel weer mijn winged eyeliner back, jongens. Ja, ik vond dat hij terug moest komen. Ja, ik vond het nu wel even leuk. En Shiel, ga eens wat dichterbij met je gezicht. Kan ik jouw make-up look filmen? Shiel heeft de smoky eyes. Heel smoky. Heel lastig. Ik kan beter zelf make-up filmen. Oh ja, dan moet je gewoon wat meer links bij jezelf. Make-up lookje? Je moet even make-up lookje filmen hoe terug het is. Ja, dit zijn onze. We hebben waar dus altijd ons make-up in dustbags. Ik weet niet of wij de enige zijn. Make-up toch als dustbag? Ik vind het heel slim. Maar kijk, dit is mega. En dan hang ik het zo. Mijn jas hangt er. Wat is de plaats? Die van mij is wel echt wat zwaarder dan jouw bekje. Marie heeft mijn outfit gestolen. Want eigenlijk kwam ik in dit outfitje aan, wat ik laatst ook aan had. Maar Marie vond het gewoon leuk om het ook een keer aan te doen. Dus nu hebben we geswitcht. Ik draag het Prada tasje als... Kun je me filmen? Als tasje. Als normaal tasje. Weet je niet of het hier mooi licht is? Nou, dat valt wel mee. Dat is leuk. Als normaal tasje. Mooie blauwe ogen heb je hier, zeg. Alleen hier. Nou, brand het licht. Als tasje. Schoenen hebben we die aan. Dus we hebben lekker teddyjas aan. Want het is echt ijskoud buiten. Niet normaal. Easy. Mannenjas. Maat L. Met dat lekkere vouwfeurbond van binnen. Geen echt bond. Je kraag zit er nog van in. En dat is dan eigenlijk mijn Gucci schoenen dan weer mijn lookje. Ja, lookje. Heel leuk. Zin ik heb mijn concealer kapot laten vallen. Ik heb het dus ook gebruikt. Het ligt er nog steeds op de vloer. Het gaat gewoon niet uit. Oh, wat erg. Nou, oké, okay, ik heb wel honger. Mega honger. Ondanks ik net een pizza erin heb gegeten. We wilden eigenlijk al gaan, maar ja, het is te vroeg. Nou, misschien kunnen we wel langzaam rijmen, dan parkeren. Opruimen. Is niet meer dan hier mee. Waar wil je je make-up laten? Ik heb al mijn heerlijke geurtje op van Montal. Dat is mijn favorite. En die combineer ik dan met Molecule. Mijn make-up is wat donkerder, ook dat bruin. Nou, ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi, maar het mag wel iets donkerder. Beetje. En ik heb ook een nieuwe ketting om, die ik met kerst heb gekregen. Oh, zullen we dus zoeken met nagels zoveel pijn? Ja. Moet je vasthouden. Zoeken, zoeken. Waar moet ik wel zoeken? Mijn bruine oogschaduw. Een potje, maar kijk, mijn nagel is afgescheurd. Ik kan het net niet zien, want het stelt niet scherp. Zitten? Nee, die in het donker. Famous elevator. En mijn make-up. Mijn lip. Ik heb geen jas aan, omdat ik gewoon geen idee had welke jas ik. Ja, ik vind het echt stom. Ja, is ook stom. Ik heb het nu al koud. Als moeten we gewoon zo'n fietstaxi nemen. Oh, we hebben geen losgeld voor die toilet altijd. Wacht, ik wil niet betalen. Ja, dat zeg ik altijd. Ik heb altijd een discussie met die vrouw. Oh, het valt mee. De kou. Kies van staar. Oké. Going on adventure. Again. Ik ben benieuwd wat Harley van een cadeautje vindt. Ik ook. Ze wil het al wel heel graag, maar ik denk niet dat ze het verwacht. Nee. Mag ik even mama bellen? Voor ja. Stinky. Zusjes
zijn op pad. Jullie, ik weet nog niet of het beeld goed is, want ons scherm is kapot. Denk je hem iets te hoog houdt? Wij beloven jullie dit weekend nieuwe vlogcamera's te kopen. Nieuwe camera's. Kunnen elkaar telefoons. Gewoon zien. Eigenlijk moet het voor China nog doen, Jules. We krijgen nieuwe telefoons, nieuwe vlogcamera's. Ze zullen veel socialer worden. Dus kunnen zien we elkaar wat meer. Nowhere. Nu komt er wit vandaag. Oh! Ja. Een beetje. Nou, ik heb pluk out. Jawel? Ja. Oh, on our way. Chelsea heeft een cadeautje van Harley mee. Ze heeft drietjes een cadeautje gegeven. Klopt. En ze wilde dus een kaartholder. Nu heeft ze drietjes gedaan. Dus ze zal wel heel blij zijn. Kijk wel ook wel. Dat is van de wensenlijstje. Oké. Checkpoint. Tot zo. Tot zo. Ta-da-da-da. Chelsea van de camera. Zie je mij nou achter die tas? Tot op je wenslijstje. Ik weet het al. Wat? Tessa, weet je wel? Tessa heeft het al. Super lief. We hebben hier een caparaccio. Met de maaien, Gezellig. Een foto aan het maken van Harley. Je moet wel een mooi verjaardagfoto hebben natuurlijk. Ja. Wat hebben die? We hebben lekker allemaal, lekker gevarieerd. Lekker gevarieerd. Allemaal hetzelfde. Ik heb het anders. Jij bent salade. Nee. Oh nee. Harley. Hey. Voor Harley verjaardag. Ja, zijn we naar het eten in Amsterdam bij Palladium. Ja, Harley heeft met een klein intiem groepje gevierd bij Palladium, omdat ze 27 jaar is geworden. En Sjoe en ik hebben ons voorbereid bij mij thuis. We hebben gemake-up bij mijn spiegel. We hebben ook allebei onze make-up looks laten zien. Ons lekker omgekleed en we waren als eerste bij Palladium eigenlijk. We zijn altijd te vroeg. Tijd. Ook nooit op tijd, maar altijd gewoon 15 minuten te vroeg. Eigenlijk altijd eerder. Dus toen wilden we eigenlijk een theetje, maar dat hebben ze dus niet bij Palladium. En natuurlijk wel thee, maar geen verse munt, geen verse gember, geen cassis. En de pornstar martini hadden ze niet. Dus ja, dit keer was het een beetje een bammer voor ons, aangezien het onze lievelingsdrankjes zijn. Ja. Maar verder was het super gezellig. We hebben Harley een mooi cadeautje gegeven samen met Chelsea. Ja, we hebben een Yves Saint Laurent cardholdertje aan haar gegeven. Dat stond op haar wishlist. Dus dit hebben wij haar cadeau gedaan. Daar was ze heel erg blij mee. En voor ons hebben we leuk gedanst. Tessa was nog gekomen. Chinta was gekomen. En Chels, Mike. Tessa haar vriendjes. Het was gewoon een gezellige avondje. Ik ben weer op tijd naar huis gaan verstinken. Oké, we zijn in Den Haag, want wij moesten onze vingerafdruk geven voor onze visum naar China. Toen dachten we, gaan het leuk combineren met Kiki en haar mams te lunchen. Het gaat om de hoek. Dus Jules gaat ook even een leuk fotootje maken vandaag. Ja. Ja. Ja, voor de foto. En niet schrikken, jongens. Jules, heb ik een helder beeld? Even kijken. Ja, ik heb een allergie opgelopen. Hij ziet dit hoor. Dood hè. Dus ik heb geen make-up op, want dat mag niet. Moest ik natuurlijk net leuk een foto maken voor mijn visa. Net dit moment, maar goed. Dus ik heb een pet op, dus het is minder zichtbaar. En eigenlijk moet ik ook eigenlijk in colletje of zo. En ik heb geen idee van wat het is. Ik denk iets met eten. Ik draag vandaag ook de Reiners hoodie en het Reiners denim jasje. Jules gaat zo wel even mijn achterkantje filmen. Even filmen. Zoek voor jou. Beeldig. One size fits all. Dus moet ik maar even kijken. Uurtje te laat, want ik kom door het stomme vieze. Waar moeten we heen lopen eigenlijk? Naar de Gaudi. Oké, maar die kan jij deze vaststaan, want Stink is te koud. Ja. Kijk even Stink filmen. Hallo Stink. Gezellig samen. First time in Den Haag, Stink. Waar je papa woont. Ja. Huh? Mikey. Mike, is Den Haag? Ars. Wat? Wat? Stinky. Hey. Wat? En mama heeft eigen zelf te maken jasker aan. Mam, laat je jas even zien. Ja. Hoi! Die hond. Als de dood ben ik ervoor. Als de dood. Pas op hoor, van ja. Hij eet je helemaal op. Ja, ik merk het. Ga je plassen? Brave hond. Hij zit te pissen. Je bent altijd een attractie. Gezellig! En mama heeft wat gekocht. En ik ook, ik ben vergeten te filmen. Stom. Nee, waar gaan we heen? Met de rode loper gaan we naar de late lunch. Late lunch, het is 5 uur, wij gaan lunchen. Cute! Dinner is served. Ik heb tonijn en wentelteefjes. Hesting! Wat een gezelligheid. Dankjewel. Bon app. Nee, lekker mama. Want je gaat niet meer. Ik heb lekker geitkaas gedaan. Denk ik dat het lekker is. Ja. Het ruikt heel lekker. Dit vooral, oh my god.
van het visum. Het is nu nieuw dat je je vingerscan moet doen. Ja, aangezien wij naar China gingen. Gaan. We zijn nog een beetje in twijfel aangezien we naar Hongkong en Shanghai moeten. Maar ik las net weer een artikel dat in Hongkong ook de eerste mensen met het virus zijn gevonden. Dus we hadden de beeldige mondkapjes besteld van Off-White. Dat had net ook even van jullie laten zien voorbij onze zomercollectie. We dachten, dat moet wel over je neus heen. Ja, natuurlijk. Oh ja. Maar hoe doe je dan de make-up dan? Ja, geen make-up. Zo. Hoef je niet te make-uppen, het scheelt. Oh, het is benauwd. Ja, dus daar hadden we op voorbereid alvast mondkapjes en hygiëne en vitamine boost in te nemen. Maar we zijn nu nog een beetje aan het twijfelen. We gaan 6 februari weg. Dus we houden even het nieuws in de gaten. We moeten er natuurlijk heen. Ik denk dat de meeste mensen zeggen van jullie gaan toch niet, daarom zou je gaan. Maar we moeten er echt heen voor de eindconnectie. Voor de productie. Aangezien we zelf productie doen. En als we niet gaan, we alles via FaceTime moeten doen. Maar dat toch wat lastiger is. Dus misschien dat ze wel naar Nederland kunnen komen. Maar ja, dat is nog allemaal veel te vroeg. We gaan even het nieuws afwachten. En we moeten niet het virus meenemen. Ook wel een beetje in. Ja. Dus wij zijn nog een beetje in doubt. Onze hele familie wil natuurlijk niet gaan. Want het is wel al... Volgens mij zit er nu op 90 doden. Nee, van wel iets minder. Maar in ieder geval zijn er iets van 12 steden afgezet. En ja, is allemaal is te veel. Drama. Dat is één drama. Dus we zijn daar een beetje in twijfel. Dus anders blijven we gewoon in Nederland. Ik heb gisteren eventjes mijn allergie laten zien. Heel snel daarna. Maar het is dus echt extreem. Nu heb ik nog make-up op. Dus ik ga nu even make-up afhalen. Ik heb dus opeens plotseling een allergie. Ik weet niet waarvan. Dus ik ben heel goed aan het nadenken. Ik had ook eerst echt een hele opgeschoren gezicht. Maar dat is gelukkig al wat aan het minderen. En op mijn kin is gelukkig nu ook al weg. Een paar nog op mijn wangen. Maar het meeste zit nu nog steeds op mijn voorhoofd. Het doet ook heel veel pijn. Er zit nu een antibiotica. Dus ik ga die eventjes eraf halen. Oké, ik heb mijn make-up eraf gehaald. En nu zie je ook wel meer echt de bobbels. Schrik niet. Dus het is echt heel raar. Het doet ook heel veel pijn. Het zijn ook geen normale puistjes, want het is echt helemaal opgezwollen. Dus als jullie nog tips hebben hoe ik dit voorop kan worden, hoe het lekker kan afkoelen, heel graag. Op mijn wangen is het gelukkig bijna weg. Dus ik heb het nu al iets van 6 dagen. Dus vandaar dat ik ook iets minder gevlogd heb. Ik had echt heel veel pijn. En het zal misschien ook iets korter nu zijn de vlog vanwege de inkoopperiode. Maar de vorige week over geen beeldmateriaal. Echt sorry daarvoor, maar het is gewoon nu heel hectisch. Ook zijn we druk bezig met het coronavirus in China. Of wij wel of niet moeten gaan, wat wijsheid is. Dus het is allemaal een beetje een hectische periode. En waarschijnlijk misschien ook van de stress. Of ik weet het niet. Het is in ieder geval, denk ik, van iets verkeerds gegeten hebben. Ik heb alleen op mijn gezicht en achter mijn oren. Dus ik ga nu wat lekker eten. Voor je bon kijken. Relaxed. En dan gaan we zaterdag nog even leuke dingetjes bedenken om leuk te filmen met jullie. Ik ga heel snel laten zien toen ik bed. Kijk. Het is nog steeds heel erg, hè? Maar kan je het uitknijpen? Nee. Dus ik heb het. Ik had opeens werd ik wakker met een hele volle gezicht. En nu heb ik opgezet gezicht. En je ogen, alles opgezet. Alleen maar nog op mijn voorhoofd. Dus vandaar dat ik eventjes mijn pet draag. En ook even geen make-up. Want het is even mijn huid laten luchten. Dus als jullie nog tips en tricks hebben hoe ik het kan koel houden of qua pillen. Heel graag. Wat deze week ook leuk is om te melden. Al onze t-shirtjes zijn meegekomen. Al onze riemen, hoodies wat we ook aan hebben. Ja. Het is allemaal één maat. En je kan zelf eigenlijk stylen hoe je het wilt. We zien heel veel leuke meisjes die het dragen. Dus blijf ons taggen en reposten. We blijven dit reposten in onze stories. Ik vind het ook super leuk dat jullie allemaal zo enthousiast zijn. En dat iedereen ook hun foto's deelt met ons. En dit willen we gewoon sowieso allemaal delen via Instagram. En voor dit ook was opgevallen. We hebben allemaal nieuwe kaartjes bij de collectie gemaakt. Met allemaal in kleur. Dus dat hebben we echt wel ons best voor gedaan om het zo mooi mogelijk te maken. En we hebben in ieder geval heel veel leuke jakjes al. Onze schoenen zijn ook binnen, onze neon schoentjes. Ja, heel leuk. Dus je kan op binnenkort, eigenlijk eind februari ligt alles in de winkels. Dus kan je alles met elkaar stylen. Maar voor nu is het eerste collectie al gedropt. Ja. En we zijn heel blij met alle positieve reacties die we ontvangen. Van jullie allemaal thuis. En ik nu ook zelf heerlijk aan. Ja, allebei de hoodies. Ook ga ik in deze week nog even langs me mee. Jill was thuis. Ja, die was kapot. Ja, was kapot. Dus ik ging even met mama en papa even langs me mee. Om de nieuwe collectie bijvoorbeeld van Reiners. En ook heel veel meisjes gingen ook al langs. En ik heb de etalage gefilmd. Dat was even heel erg gezellig. Ook met de hondjes. Ik had bewust even mijn hondjes thuis gelaten. Aangezien Jullie niet uit bed kwam. En Frankie was terror. Dus ik dacht, aju, ik ga mee. Marjol. Jojo. Het is zaterdagmorgen. Ik heb nog steeds mijn allergie. Ik heb mijn pet op. Dat het iets minder opvallend is. Want ik ga vandaag even langs naar mee. Want de nieuwe collectie is binnen. Reiners zomercollectie is eindelijk binnen. Echt na lange wachten. We hebben zoveel leuke positieve reacties gekregen. Allemaal van jullie. En allemaal leuke foto's. Dat delen we ook allemaal in onze Insta stories. En ik ben super trots dat iedereen het zo leuk vindt. Dat allemaal zo goed wordt op gereageerd. Ook vind ik het leuk aangezien het band size is. Dat iedereen het anders combineert. De kleine meisjes als jurkje. De volgende meisjes gewoon. Past het ook en ik draag het ook gewoon. Mijn outfitje vandaag is dus heel simpel. Ik heb geen make-up op aangezien die allergie. Dat mag ook helemaal niet. Ik heb een vriend zijn pet geleend. Ik heb helemaal geen petten. Ik weet eigenlijk niet wat leuke damespetten zijn. Dus als jullie nog leuke tips hebben, heel graag. Ik heb het nu al een weekje. Dus ik hoop maar dat ze op retour zijn. Ik zou ook morgen gaan naar Acacia Beauty gaan. Voor mijn refill van mijn wenkbrauwen en mijn lippigmentatie. Alleen aangezien mijn allergie nu is dat niet zo verstandig. Dus Sjoe gaat alleen met mama. Dus die zal het even filmen. Dan is onze tweede behandeling. En dan is het helemaal klaar waar wij het willen. Dus dat is wel heel erg leuk om mee te
te nemen. Dit zien jullie ook in de volgende weekvlog. Nog niet in deze weekvlog. Aangezien we nu ook al genoeg leuke dingen hebben om te laten zien aan jullie. Dus je moet er nog heel even geduld hebben. En ik draag momenteel de Reinders tie-dye t-shirt. Heb ik even in mijn broek gedaan. Aan de achterkant. Al kan ik misschien zo voor jullie spiegel laten zien. Zo, dit is dan de achterkant van mijn t-shirt. En mijn beeldjes van mijn oma staan er nog bij. Daarbij draag ik een latexbroekje die ik bij mijn zus in de winkel heb gekocht ooit. Ik heb nu heel even nog rommel gedaan, maar ga ik het nog zo even goed doen. En ik heb deze Balenciaga laarsjes. Die heb ik denk ik echt al een jaar. Maar ik ben ze nog steeds aan het inlopen. Je ziet ook nu mijn pentekous. Normaal gesproken niet met blote voeten. Even een hel, maar ik probeer het even in te lopen. Aangezien ik ze wel echt mijn mooiste laarsjes heb die ik echt ooit in mijn kast heb gehad. Aangezien het zilver met goud is, is het heel makkelijk te combineren. Frankie wil naar buiten. Dat doet hij altijd als hij bij het raam gaat staan. Dus ik ga nu even de hondjes uitlaten. Mijn haren zijn nog nat. Dus die moet ik ook nog even feunen. Mama en papa komen mij zo ophalen. Dus weer een lekker gezellig dagje voor de boeg. Ik ga denk ik ook eventjes boodschappen doen. Want ik heb helemaal niks in mijn koelkast. En dit zijn de nieuwe Reinders tas in het roze. Die heb ik alvast mee naar huis genomen. Het past perfect bij mijn interieur. En ik moet boodschappen doen, want er is niks in mijn fridge. Dus Frank, we gaan je nu even uitlaten, hè. Cherie, het is nu 11 uur. En Cherie ligt altijd nog in bed. Zij is echt slaapkoningin. Ik ben mijn was weer aan het doen. En kijk, daar ligt mijn Princess Beauty. Hallo, word je eens wakker, mijn meisje. Ja, het is een heel zwaar leven, heb je ook. Ga je mee naar buiten? Even strekken, rekken. Liefste wil zij de hele dag in bed blijven liggen. Oh, daar komt de terror. Ik heb een trappetje voor het bed. Ga je haar wakker maken, Frank? Gaat ze mee? Ga je nu mee naar buiten? Jij wil van de mee naar buiten, hè? Dit is je tuigje. Ga je mee naar buiten, Cherie? Oeh, ja. Oké dan. Zo, let's go, mijn doggies. Cherie gaat altijd los, aangezien ze nu wel inmiddels naar me luistert. Deze terror nog niet. Die hou ik nog even aan de lijn. Hé, Cherie, ga maar buiten. Go. We hebben altijd vaste route, hè, Cherie? Woehoe. Let's poop and piss. Ik heb nu voor Frank, aangezien ik op zin wil maken, van Royal Canin echt van die lage calorieën koekjes. Aangezien hij anders veel te dik wordt met al die beloningen. Dus die heb ik altijd mee nu. En jij moet zindelijk worden, hè? Cherie is al helemaal afgericht. Kijk, die gaat nu 1, 2 plassen. Ja, dat is een braaf meisje. Zo, ik ben nu net klaar. Ik heb even wat warmers aangetrokken, aangezien ik het uitlaten echt super koud had. Ik doe heel veel beeldjes opzij. Ik draag vandaag de Reinders hoodie. De Reinders Bold hoodie. Die is Niels, band size met lekkere zakken. En I love it. Ik draag nog een sample. En daar hadden we nog geen touwtjes, maar we hebben natuurlijk ook gewoon nog drawstrings. En dat is 1 maat. En je hebt het ook in het wit en in het zwart. En hij is lekker groot, dus voor alle maten beschikbaar. En I love it met een hoodie. Dus ik ga nu zo naar mijn winkel van mijn zus, incognito. Zo. Dat niemand mijn hoofd ziet. Oké, mijn ouders stonden opeens plotseling voor mijn deur. Dus ik moet mijn jas nog goed doen. Maar ik draag een nieuwe Reinders jasje. Met mijn kopje. Ik heb mijn hoodie aan. En even een boodschappentas voor mijn moeder met kleding. Die ik niet meer draag. En mijn eitjes. Ze waren iets te vroeg. Dus ik neem eitjes mee in de auto. Kijk die slide. Ja! Hi. Met toevallig. Kom, dit gaat boven. Hallo. Hallo. Oh, de leuke etalage. Oh, sorry man. Ik heb je etalage helemaal niet gezien. Ja, super vet. Nou, wat leuk. Wat enig. Allemaal Reinders belts, Reinders t-shirts. En hier ook allemaal Reinders. Hi pap. Papa gaat de auto schoonmaken, die kan er niet tegen. Hoe leuk jongens. Reinders in de house. Wat heb je aan vandaag? Moet even iets meer naar voren, als ik in de spot ligt. De hoodieband. En een leren en zilveren boekjes. Ga je lekker met mij spelen? Ga je met mij spelen? Hallo mijn liefde. Hallo mijn lieveling. Hoe heb ik mijn hondjes nou niet meegenomen? Dit is echt net tweede frame, jongens. Ga je een konijntje doen? Doe konijntje. Doe konijntje. Doe konijntje. Oh my god. Ik heb mijn bananensoes. Thanks mom. En mama heeft cakejes. Heerlijk. Hij heeft gesteld niet scherp. Twee cakejes. Oh, meet wat. Oh my god. Hemel. We hebben in Den Haag gewinkeld. Ik heb daar een hele mooie jas gekocht en jij hebt schoenen gekocht. Dus dat gaan we zo even misschien even elkaar laten filmen. Dat jullie nog even kunnen zien wat onze aankopen zijn geweest. Want de Bijenkorf heeft 70% en daarop nog. Ik had geen kassakorting. Nee, ik had 70%. Oh, maar ik heb mijn jas in Amsterdam gekocht gisteren. Ja, jouw schoenen in Den Haag gekocht. Vanaf maandag is het volgens mij meer. Ja, maar ik denk, ja, straks is dan net mijn jas net weg. En maandag heb ik ook gewoon inkoopafspraken. Dus ja. Oké, we hebben net voor jullie de dagboekzetting opgenomen. Oh, woe! Maar ik dacht het wel even leuk om te laten zien wat Jules momenteel aan heeft. Ik wilde alleen jouw triple S aan, want ik heb nu de verkeerde kleur aan. Ik wilde die met roze aan of met oranje en blauw. Ja, is goed. Ik krijg nu de nieuwste hoodie van Reinders. Het is 1 maat. En wat zo leuk is, is ook de achterkant.
Hij is ook even blijven staan. Allemaal in de verschillende kleuren neon. Dus dan kan je bij elke neonkleur dragen. Of een riem. En wat je misschien niet weet, het is tie-dye. Want het is tight. Maken ze knoopjes. En daarop doen ze een dye kleur. Dus elke hoodie is anders qua kleur. Dus en handgemaakt. Let erop. Vandaar dat het ook iets prijzig zijn omdat het allemaal handgemaakt is. En ook adviseren wij met wassen dat je het eerste echt koud was alleen aangezien het nog kleur afgeeft. Kijk alsjeblieft bij de kaartjes die eraan zijn toegevoegd aan het care label. En dan moet alles helemaal goed komen. Ik heb er een jas bij gekocht. Ja, we zijn toen naar de Bijenkorf geweest. En toen heeft Jules een jas gekocht. Ra ra ra. Deze staat al sinds die uitkomt op een verlanglijstje. Maar hij was toch iets te fel om te kopen, vond ik, voor zoveel geld. En nu was hij dus 70% korting bij de Bijenkorf. En dat past geweldig bij onze Rijnhof collectie. Echt als een perfect match. Ja, er zit geel in, oranje in. Leuk, allemaal met roze erbij. Groen in. Te leuk. Ik denk dat nog het leukste is bij de groene neon collectie. Ja, dat hebben wij nu nog niet. Nu heb je roze aan natuurlijk. En met het spijkerbroekje. En dan wilde ik eigenlijk, waar ging je triple S? Oh, nee, deze. Daarachter. Ja, ik heb even mijn kledingkast opgeruimd. En ja, het valt ons er. Hou vast, dan ga ik ze weer aan. Kijk hem nou hier in rennen. Rentebordje. Waar ga je met al die kleding doen? Want er gaat vast een vraag worden van de kijker. Sempersil april. Sempersil eind april. Ik ben alvast aan het voorbereiden. Hectiek. Het is allemaal oude collectie, dus geen nieuwe collectie. Oh, mijn lievelingsbroek. Deze bedoel jij? Ja, of die, of oranje met blauw. Nee, die erboven staan. Ik laat even meteen mijn aankoop zien. Ja, laat meteen jouw aankoop zien. Ik heb... Westerns. Dit is niet shoulderstijl? Nee, totaal niet. Ik vind terwijl het bij jou echt super leuk is. Maar als ik het aan doe. Met mijn eyeliner, als ik weer make-up op mag. Hè? Mijn gottekje. En die punt zo. I love it. Ze zijn van Balenciaga en we hadden ze al in het zweden. En die heb ik dus vaak aan. Hij zit aan mijn pijp te bijten. Etter. Dus ja, maar die is alles een beetje op merk ingericht. Ja, heel erg. Super leuk. Maar ik wilde ook nog even die oranje met blauw zien. Want die vind ik misschien ook wel leuk bij mijn jas. Wacht, ik hou het vast en dan ga ik kijken. Kijk hè. Oeh. Moeilijk, hè? Roze. Wel roze? Ja. Je doet toch je jas uit met eten. Oké, doe ik roze. Ja. Oké. Okay. Nog steeds mijn all-time favorite. Ik heb nu allemaal nieuwe kleuren, dus ik ga weer nieuwe kleuren bemachtigen met jou. Ja. In die tas erachter bij jou past er ook helemaal perfect bij. Of dus je visietasje. Je bent helemaal in kleur. Die clutch dacht ik. En dat je, ja, ik kan even wel even mijn hoodie laten zien. Your hoodie. Ik heb hem al zelf in de spiegel laten zien. Ik heb al verteld dat het nog een sample is, dus ik heb nog geen touwtjes. Ja. Volgens mij zat hij erin, maar er is mijn stinkje er helemaal uitgetrokken, omdat er toen nog geen stoppertjes in zaten. Het ruimtejasje zien. Die heb ik al de hele dag aan vandaag. Ja, de denimjasjes komen ook binnen, meisjes. Hoe leuk, ook één maat. Eén maat. Had ook wel tot maat XL, denk ik, dat dit past. Ja, wij dragen hem wel altijd open. Maar op de online webshop kan je ook zien hoe die dicht is. Oena moment. En dit is de perfect zomerjasje. Ja, dit is... Ik weet nooit wat voor jas ik aan moet in de zomer. En dit is dan gewoon ideaal. Gewoon lekker. Een denim jacket kan nooit... Is altijd goed in je kledingkast. Kijk, je hebt allemaal rare knoopjes. Kan je het laten zien? Hoe leuk. Blijf staan. Details. Ja, ja. En tada. Op de rug het heel groot Reiners. En we hebben dan deze, is een lichte wassing. En die andere, die heb ik helaas nog niet thuis, want ik kon er niet bij. Is al overprint. En is donker. Dus ja, langzamerhand wordt deze winterkast weer een zomerkast. Ja, gaan we alles weer inpakken. Weggeven aan vriendinnen, familie. Dat doen we eigenlijk altijd. We maken liever iemand er blij mee dat we dan het inderdaad weggooien. Zullen we nooit met onze kleding doen. Nee. Dus eigenlijk altijd weggeven. Frank, mag What je dat? What are you doing? No. Dat mag niet. Oké, super. Nou, dan ga ik naar Den Haag rijden, Marietje. Het was gezellig. Het was gezellig. Het was gezellig. Gita, gaat hij gewoon... meteen even de vlogcamera gaat meenemen? Gaat hij dat weer pakken, Ed? Wat we volgende week in de week voor gaan zien, is ik ga mijn wenkbrauw weer niet te schrijven. Ja, dat had ik trouwens ook verteld. Ik kan helaas vanwege mijn allergieën niet meer. We wilden ook lippigmentatie doen, dat je zo'n mooie lipliner krijgt. En ik ken eigenlijk allemaal littekens van koortslippen. Jij hebt dat minder, hè? Ik ken dat niet. En Sjoel gaat dus met de behandeling morgen met mama. Dus dat gaan we volgende week voor jullie filmen, hoe het uiteindelijk het eindresultaat is geworden. En ik wil de volgende week, als dit hopelijk over is volgende week. Ja, net nog voor China. Maar ja, we weten nog niet of we naar China gaan. En als we terugkomen, ga je bijna 10 jaar lief in. Ja, ik ga naar Parijs. Dus zijn jullie benieuwd wat we volgende week gaan doen? Hou ons even op de hoogte en blijf abonneren. Ik wilde eigenlijk 100k bij onze 100ste vlog. En dit is onze vlog, 66. Nee joh, ik ben nu bij onze 69 vlog, 76 vlog. Dus blijf ons volgen en abonneren. We hebben nog heel veel leuke dingen in petrol. Love trainers.